wij gaan weer beginnen met Superbugs Awakened. En dat gaan wij doen voor de laatste keer. Wij zijn namelijk aangekomen in het laatste level van deze game. En het is nu aan ons om het laatste level te behalen. Ik ben een beetje bang. Maar hij is een beetje bang. Dus we gaan er gewoon het beste van maken. De bedoeling is dat wij één level nog halen. Als dat is gelukt, gaan wij daarna verder met een paar rondjes Fall Guys. Ja. Maar we gaan er wat moois van maken. Invite vriend. Kijk, hier nog wat cameo's van wat mensen. Corné heeft een cameo. Michael, Dylan, die geen Dylan heet. Tony zit erbij, Robin, Jesper. En we inviten Marjolein. En dan gaan wij het laatste level betreden. Oh, het laatste level. Ik ben benieuwd. Het zal een boss fight zijn. Mo. Kijk, levels. Ja, het is een paarse boss met een kroon op. Ja. Het zijn 8 superbugs. Big belly zombie slowly moves towards Sunny and explodes upon touching him. Ooh. Only appears around the boss. Oké, nou, er is een random boss die we nog moeten gaan ontdekken. Balloon zombie. Balloony likes to fly. You can kill it without vaccines. Okay. Only appears around the boss. Oh, dit zijn waarschijnlijk van die bosdingen die jij dan moet, wat bij die vorige bos ook was. Dat je vanuit jouw view zo pieuw moet doen. Ja. Dat denk ik. Dat zou zo maar kunnen. Er is ook weer zo'n queen hive. Zo'n stilstaande. Zo'n stilstaande met die alarmdingen eromheen. Ja. Er is weer een teleporter. Maar wacht, kijk even terug naar die doet damage over time. Ja. Dus dat is vervelend. Dat klopt, maar de damage over time is niet heel veel op zich. Ja, als je tussendoor zo'n ding zet killt, dan krijg je weer full health op de kat. Ja. Er is weer zo'n teleporter. Oh, blinkie, dat is blink every 10 seconds. Ja. Kijk. Sunny will be rewinded 10 seconds. And then move up or down by one or many floors. Dus die is irritant. Dan hebben we deze nog. Die Nightmare Zone. Daarvan hebben we gezien eerder dat alle vijanden die in de Nightmare Zone zitten, worden sterker. Ja. Dus die moeten we misschien als eerste pakken. En we hebben nog een Soul Collector. A very high base damage. Every time another superbug dies, its soul will be eaten, which double the damage. Dus ik denk dat we eerst die zone ding moeten doen en dan deze. Als je meer... andere eerst doodmaken. Ja, maar kijk, deze doet 10 damage per hit. Ik denk dat we eerst deze moeten pakken. Oké. Okay. Want anders doet hij 20 damage per hit. En dan ben ik tijdens het omschrijven, word ik al gekild, denk ik. Nee. Hij is een zak. Maar goed, ja, hij is een zak. We gaan uit van jouw vaardige skills. Vaardige skills? Ja, vaardige heden. You'll be protected from all the superbugs attacks. Wat is het negatieve effect dan? Maar dan kun je je dingen niet veranderen in je vaccins. Ja, dat gaan we, niet doen. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Turn into silhouette. Is het negatieve effect. We'll show you what features are wrong. A chicken will be spawned at your location. Ja. Ik gebruik het toch niet, ik gebruik alleen de eerste twee. Nou, daar gaan we jongens. Hallo beste mensen, we gaan het laatste level in van Superbugs. Wij wachten op onze vriendin. Zo staat in beeld. En we gaan luisteren wat Marjolein ons te melden heeft. We weten ook niet hoeveel verdiepingen het zijn. Vorige keer was het zo met de bos, dat we eerst alle normale beesten moesten killen. Ja. Ik ben in een dozenkamer. 4 verdiepingen. En we willen eerst die we net zijn. Ja. Ja, ik krijg al damage. A eruit, trap op. A eruit, trap op, ja. Ik hoor een geluid. Dan ga je rechtdoor, dan kom je in de kattenmand. Ja, er komt een blinkie naar me toe. Oké, moet ik deze mee doen? Ja, dat denk ik wel. Er komt een blinkie naar me toe. Hij is een tulp. Hij is een zombie. Hij is
Ja, een zwarte blinky man. Hij doet... Hij is een tulp. Ik zie hem even niet. Ik zie hem hier weer wel. Hij heeft het broodsmeermessen, lijkt het, op zijn rug. Of als tentakels. En verder lijkt hij niks te hebben. Hoofd en rug niks. En hij is een teleportman, hè? Hoofd en rug niks? Nee, en hij is een teleportman. Heb je het gestuurd? Ja. Oké, ik schiet op hem. Ja, is goed. Ja. Ik ben in de mandkamer, de mini-mand. Ja, ik ben in de ja. Zone. Maar daar je komt hem zo tegen als je de A. Okay. A en dan linksaf trap op. A. En dan, ik zie... Ja, dat is zo'n afleidingsding. En als je linksaf daar, de trap op, dat doe ik niet. Als jij rechts gaat, kom je in de stilstaande boskamer. Maar daarachter zit die andere man die we moeten hebben. Ik zie hier zo'n guard. Ik ben bij de stilstaande bos. Gaan we die doodmaken? Maar iedereen is onzichtbaar omdat ik in die zone zit. Oké, maar als je tussen C en E die kamer uitgaat, kom je die bos tegen die we moeten hebben. Oké. Tussen C en E eruit en dan links aanhouden. Ja. En dan helemaal rechtdoor lopen. Ik ben nu in de hondenkamer. Nee, die... Oh, nee. Tussen G en E in de kamer waar je bent. G en E? En dan G en dan rechts aanhouden. Ja. En dan... Okay. Oh, hij is rechts en dan links aanhouden. Links trap af. Links aanhouden. Ja, ik hoor een geluid. Ja, dat is een trap af en dan rechtdoor. Rechtdoor? Ja, rechtdoor, linksaf. Ja. Rechtsaf. Ja. Hard rennen. Ja, ik zie hem in de verte. Hij is hier. Hij is een onderbroek. Hij doet 20 damage per hit. Als hij mij nog één keer hit, ben ik al dood. Hij is een rode onderbroek met... hij heeft zo'n ding op zijn hoofd, een strik, hè? Hij heeft cilinders op een stokje. Oh. Hij schiet op mij met 8 punten. Ik heb ook dikke lag. Ik heb geen lag. Ik heb nu een paar keer al dat ik zo'n kleine lag spike heb. We moeten deze echt eerst killen. Want wat is, zijn dit cilinders? Dit zijn cilinders. Een cilinder is een ronde balk. Dit ziet er bij mij uit als ijsjes namelijk. Dit zijn ijsjes? Ja, ik heb een soort van... Dan ga ik het eigenlijk... Het haar niet goed, want je zei het een strik. Nee, daar. Als soort. Ja, het haar heeft ook een strik. Ja, maar jij kunt zien wie op mij jaagt, toch? Op jouw scherm. Want er staan zwaardjes bij. Degene met wie ik in fight ben. Dat kun jij zien. Maar ik wist waar je op afging, dus die had geselecteerd. Dat was wel goed. Maar deze doet dus increased damage voor elke andere die we killen. Ja. Dus deze moet echt eerst. Maar we gingen ook voor die als eerste, maar je komt onderweg anderen tegen. Dus we moeten die dan Oké. Okay. Ja. Dat is het plan. Dat is het plan. Nou, ik ben benieuwd. Ik start in de kattenringkamer. Natuurlijk. Bij A eruit, trap naar beneden. A eruit. Als je de trap uitkomt, gelijk links, weer een trap naar beneden. Trap naar beneden, gelijk links, weer een trap naar beneden, ja. Doorlopen naar de dozenkamer. Bij A eruit. Rechtdoor, dozenkamer en dan? Dan gaan we bij E eruit. E eruit. Helemaal naar beneden lopen. Beneden? Ja, dit is naar beneden. Van rechtdoor blijven lopen als je niet meer kan. Ja. Als je niet meer kan, ga je rechts, loop je de trap voorbij, daar ga je niet op. Dan ga je links. Wacht even, rechts, trap voorbij, ja. Links. En dan nog een keer links die trap af. Ja. En als je daar uitkomt, ga je rechts en dan gelijk links. Als ik kom er nu uit, rechts, gelijk links, ik zit in de zone. Ja, doorlopen, en dan links, dan kom je in de pianokamer, en daar ergens is die meneer die ik nu niet meer zie. Ik ben in de pianokamer. Hij is doorgelopen. Tussen G en A eruit. Ja. Helemaal rechtdoor. Ik zie iets. Ja, dat is een decoy. Helemaal rechtdoor. Oh nee, het is een guard. Ik ben helemaal rechtdoor. Kom je in de bocht? Ja, maar hier zijn guards. Ja, maar daarachter loopt hij nu, dus daar kan je dan niet meer heen nu. Jawel, ik moet die guards dan proberen te skippen, want als ik in die alarm...
Heb je links? Ik ben nu in de bosroom. Hij is links gegaan. Ja, ik moet als weg. Daar nu. Links gaat, daar zit hij. Oh, hier is hij, hier is hij. Hij is een. Hij doet blub blah. Blub blah. Hij heeft trompetten als uitsteeksels. Hij heeft een zwarte rugzak op zijn rug. Ik loop in de alarm. En hij slaat mij met een bezem. Gewoon een houten basic bezem. Hij is op zijn rug. Zwarte rugzak op zijn rug. Zwarte rugzak op zijn rug. Niks op zijn hoofd. Hij slaat me met een bezem. Ja, hij slaat me kapot hard. En er is een alarmman ook. Ik heb iets gestuurd. Ja, ik probeer uit het alarm te blijven. Ik ga op hem schieten als ik hem weer zie. Ik schiet op hem nu. Fout. En ja, hij is nu compleet veranderd. Er waren dus meer dingen fout. Ja, ik ben alweer dood. Het schiet niet op. Maar dan is het wel juist dat we deze eerst moeten hebben. Ja. Maar ik had ignore feature. Ja, wacht dan maar. Ja, ik ga kijken. Huh? Het was niet deze man. Het was een strikman. Ja, ik had een strikman, want ik heb een vaccin gestuurd. Alleen ik heb de vorm niet veranderd. Denk ik. En wat klopt er dan niet? De vorm. Ja, maar wat nog meer niet? Want er klopten twee dingen niet. Wat is dat geen? Dat is mijn kogel die er nog in zit. Oh. Huh? Maar de vorm? Oh, het is een... het is een, dezelfde rugzak, maar dan met raketten erin. Zie je dat? Ja. Dus de vorm was fout en de rugzak was fout. Oké. Oké. Maar dan heb ik het goed gedaan, want ik had een zwarte rugzak als informatie. Precies, ja. Dat klopt. Ik wist niet dat er ook verschillende zwarte rugzakken waren. Ja, natuurlijk! Want dat is hoe dit spel werkt! Ik start in de schilderijlijstkamer. Ja, dat is altijd de verste weg van waar we moeten zijn. Schilderijlijstkamer. G, rechts aanhouden. G, rechts aanhouden. Rechts. Naar beneden of niet? Links aanhouden. En dan de trap op. Oh, de teleportman staat al voor mijn neus. Wat? Moeten jullie doodmaken? Nee. Ik span omhoog. Ik ben nu in de hondenkamer. Dat is goed. A. A, hier is A. Ja. Ik ben even de... Ik ben in de zone. Ja, rechts. Links aanhouden. Rechts, links aanhouden. Links. En dan kom je in de kattenringkamer, ja. En dan ga je naar A. A. Dan kom je bij hem. Ik hoor meerdere geluiden. Ik hoor iemand die zo'n spuug verzamelt. Hij is een diamantje. Hij heeft een roze flamingo op zijn hoofd. Hij slaat mij met een drietand. En hij heeft kromme punten als stekels. Hij doet... En de blinkman is hier ook. Zelf? Ik heb nog maar 10 AP. Wat voor ding is... De rode strikman. Dat kun jij zien. De rode strikman slaat me met een drietand. Ik word weggeblinkt. Schiet op, ik ben dood. Ik heb geen... Ja. Ik heb de vorm niet. Een diamant. Ja. Dat is het eerste wat ik zei. Een diamant. Nee, je deed geluid naar. Toen ben ik op al die 6 geluiddingen aan het klikken gegaan. Ah. Waardoor ik niet meer hoor wat je zegt. Dus dan probeer ik... Wat ik... Terwijl ik dat aan het luisteren was, hoorde ik nog flamingo, stekels. Ja. Kijk. Dat is hoe dit spel werkt. Kijk, flamingo, stekels. Maar ik deed eerst het geluid en toen zei ik, hij is een diamant. Misschien moeten we niet eerst het geluid doen, want dan moet ik al die dingen aanklikken om te luisteren. En dan hoor ik niet meer wat je zegt. Maar dit beest slaat mij ook echt heel hard. Dat is kut. Ja, maar daarom moeten we die wel als eerste hebben. Ja, precies, want anders slaat hij mij nog harder. Anders slaat hij mij nog harder. Nou, daar gaan we. Ik start in de dozenkamer. Ja. A. En dan recht doorlopen, trap omhoog. Recht doorlopen, trap omhoog. Recht doorlopen. In mandkamer. De mandkamer tussen C en E eruit, links aanhouden. C en E links, ja. Helemaal recht doorlopen. Tot je niet meer kan. Dan ga je links. Ja, wacht. Ik kan niet meer rennen nu. Helemaal rechtdoor, ja. Dan ga ik links. Gelijk rechts, trap. Gelijk rechts. Trap op. Trap uit, ga je rechts, kom je bij die man. De trap uit, hier is een alarmband. Ga ik rechts. Doorlopen. Ja. Als je niet meer kan, ga je links. Ja. En dan rechts. Ja. Doorlopen.
Ik ben in de danger zone. Ja, lopen. Links. Hier, dan hier rechts. Er is geen rechts. Hier. Oh, links, rechts. Ja. Hij is een spookje, of een tand. Zo'n Pac-Man spookje, zeg maar. Hij heeft een eenhoorn op zijn hoofd. Ja. Hij doet hulle. Hulle. En hij heeft van die bolhoedjes als dingen. En dat is alles. Hij slaat mij, ja, volgens mij met niks. Ik zie niks. Als hij nog met iets slaat, dan moet ik zie niks. Wat hij mij mee slaat. Ik ga schieten. Op zijn rug gaat ook niks. Ja, is goed. Hij is dood. Ik zit in de zone. Ik zie jou in de zone. Willen we de teleportman? Ja, of de zoonman, als we er toch zijn. Ja, de zoonman zie ik niet. De teleportman zie ik wel. Oké, ja, doe maar. Links de botkamer in. Waar ik... Ik zie jou, dus ik dacht... Ja, maar jij ziet links. Niet... Ja, oké, link, bordkamer. Ja, bordkamer, weer links. Ja, hij gaat naar mij toe teleporten. Hij staat hier. Hij is een buttplug, echt zo'n standaard ding. Op een voetje, zo'n punt. Ja. Hij heeft op zijn rug heeft hij een mandje met planken. Een ronde emmer met plankjes erin. Ja. Bloep. Hij doet bloep. 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 Ja. Ja. Verder heeft hij helemaal niks. Hij heeft mij ook weggeteleport. Dus ik moet even wachten tot hij weer naar mij toe komt. Ik ben een verdieping naar beneden geteleport. Ja, kom. Ik zie hem niet. Oh, ik moet de trappen. Omdraaien. Ja. Terug en dan rechts. Rechts. En dan lopen. Tot aan het einde. Ja. En dan links. Links. Rechts. Rechts. Links en halen. Ja, ik hoor hem. Je had al een kogel gestuurd, ja. Hè? Ik ga hem schieten. Bam. 1, 2. Ja, is goed. Oké, en nu? Hij teleport mij naar beneden. Zoeken wij de zone, man? Ja, zie jij mij in de zone? Ik zie jou nergens. Oké, dan ga ik... Ik ben bij een trap die omhoog gaat. Moet ik omhoog of niet? Je moet op de derde verdieping. Moet ik omhoog dan? Ik weet niet waar je bent. Dus, ja, ga maar omhoog. Ja, okay. Ik zie jou. Ja. Als je daaruit komt, ga je rechtdoor lopen tot je in de schilderijlijstkamer komt. Ja. C. C, rechts, ja. Rechts aanhouden. Helemaal rechtdoor lopen met de bocht mee. Helemaal rechtdoor lopen. Pak even een turbootje met de bocht mee. Bocht uit rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Helemaal rechtdoor lopen. Daar is een trap. Ja, en op einde trap op. En dan zit daar een bochtje. Ik hoor hem. Hij is daar ergens, maar ik kan hem niet zien. Ik hoor een geluid. Dat is wel de vaste kamer, nee, de kamer met die vaste gast. Dat is ik ben rechts. Nu bovenaan de trap, waar moet ik heen? Ja, als je rechts gaat, kom je in de kamer met die vaste. Dan zullen we die misschien eerst doen, ik zie hem. Rechts, ja, ik zie alarm, maar iedereen is nu onzichtbaar omdat ik in de zone zit. Ja, ik zie de zone meneer niet. Ik zie hem niet. Nou, dan ga ik wel op die bos af hier. In de vaste kamer. De vaste kamerman heeft ontstoppers. Wat voor soort is hij? Is hij een groot beestje? Hij is een rode hive. Hij heeft een soort van ontstoppers op zijn lichaam. Hij heeft op zijn rug. Het alarm gaat af. Ik ga dood. Hij heeft een zwarte bolhoed op zijn rug. Ik kan niks zien. Zwarte bolhoed. Ja, ik kan niks zien. Ik word geslagen door 8 man tegelijk. Kijk naar mijn scherm. Okay. Hij heeft 2 zwaarden op zijn rug. Ik heb nog 9%. Hij is, ik kan zijn vorm is een kegelachtig iets. Ja, ik heb nog 2%. Ik ga gewoon schieten. Nee. Ja, door die zoonman is hij onzichtbaar. Dan moet ik moet er echt tegenaan staan om hem te zien. Die zoonman kan ik dus ook niet zien. Maar hoe ga je dat dan tegen? Ik zie hem en dan verdwijnt hij. En dan zie ik de zoon wel, maar niet waar hij is. Ja, ben benieuwd. Ik start in de lijstkamer, fotolijst. Die volgorde was wel goed trouwens. C en E eruit. C en E, ja. Bochtje en dan rechts, links. Bochtje, rechts, links. Doorloop, trap op. Trap op, ja. Rechts, als je de trap uitkomt. Trap uit, kom rechts. En dan helemaal naar doorloop, kom je bij de rode... Katteringkamer. Ja, ik zie er, daar loopt er een. Ja. Hij is een onderbroekman. Ja. Hij heeft van die blaasdraaidingetjes, van die winddingetjes als uitsteeksels. Hij heeft een... wat? Oh, die ik heb al. Hij heeft een zo'n petje met een propeller erop op zijn hoofd, blauw met rood.
Ja. Er komt een teleportman op me af. Ik ga hier weggeteleport worden. Hij heeft een schildje als wapen. In een druppelvorm. Ik word nu weggeteleport. Ja, en ik word ook een verdieping verplaatst. Ik ben weer in de dozenkamer. Ben ik nu. Ja, ik ben weg. Ik ben in de dozenkamer. A. Ja. Helemaal eruit, trapje op. Helemaal eruit, trapje op. Ik zie ze allemaal. Nee, ik ben ook in de zone. Rechtdoor. En dan A. De mandkamer. Ja, die teleportman komt ook alweer. Oh, hier is hij. Schiet maar, ook maakt hij nog geluid. Ik schoot mis. Oh ja, kut, hij maakt nog geluid. Ik heb hem geschoten. Ja, fout. Ik ben dood. Oh, ik word weer weggeteleport. Oh. Oh, hij staat weer voor mijn neus ineens hier. Ja, kill mij maar, ik wil ik verder. Ik heb niet Sla mij, hij slaat mis. Wat? Nee, hij is veranderd omdat het fout was. Ja. Dat is mijn schuld. Want ik was geluid vergeten. Ja, maar als alleen het geluid fout was, dan had hij goed moeten zijn. Ik heb de vorm niet gezegd, überhaupt. Je hebt onderbroek, man. Ja, het heb gestuurd. Ja, en blaasdingetjes. Kijk even. Ik ga het laten zien. Deze. Het schild is fout. Je zei druppel. Ja. Dit is rond. Ja, dit is ook geen druppel, dus. Nee, maar rond was makkelijker geweest. Ja. Maar wat was er nog meer fout dan? Want er waren twee dingen fout. Ja, geluid. Maar hij maakte maar geen geluid. Huh? Jij zei hij maakt geluid. Huh? Ja. Maar hij heeft een cape. Oh. Oh, ik heb de hele cape niet gezien. Oké. Okay. Kapot moeilijk dit. Inderdaad. Oh. Maar het is niet voor niks het laatste level, hè. Het is niet voor niets het laatste level. Ik start in de dozenkamer. Natuurlijk. A. Eruit, trapje op. A, eruit, trapje op. In de mandkamer ga je bij C en E eruit. Ja. Hou je links aan. Ja. Doorlopen tot je niet meer kan. Dus je kan bij links en bij rechts. Echt doorlopen tot je niet meer kan. Links, rechts. Trapje, mannetje. Er loopt iemand in die trap. Ja, hij is een drol. Hij is gewoon zo recht toe, recht aan, een drol. Hij heeft een gieter op zijn hoofd. Oh nee, nee, een olifantje. Hij heeft een rond schildje met een plus erop. Ja. Hij doet bleh. En hij heeft dunne paddenstoelen als uitsteeksels. Dunne paddenstoelen? Ja. Deze. Probeer maar. En bleh, ja, probeer maar. Doe het hier, ik schiet. Is goed. De teleportman komt nu in mijn gezicht. Oké. De teleportman is een zwarte teleportman. Hij is een zeepaardje als ding. Hij heeft een quiver met vier pijlen erin op zijn rug. Hij heeft een zwarte bolhoed op zijn hoofd. En dat is alles. En dat is een teleportman. Ja, heb je hem? Ik schiet. Ja, is goed. Lekker. Wacht, ik ben in een alarm gespand. Ik ben bij de alarmman. Ja. Ik ben in de hondenkamer. Ja, we moeten de C, bochtje mee, rechts. C, waar is C? In de hondenkamer. Ja, dat weet ik. Ik kan niet zien. Ja, C ga ik nu in en dan? Rechts, links. Rechts, links. Trapje af. Trapje af, ik hoor hem. Daar is hij echt. Ik hoor hem. Als je trap uitkomt, rechtdoor, dan ga ik links die trap weer op. Of af, wat is het? Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem. Ja, daar en dan als je daar uitkomt, links. Ja. Rechts, links. En daar zit hij. Ja, ik hoor hem. Hij doet met zo'n rochelgeluid. Hij staat hier. Hij doet een rochelgeluid. Ik ren naar hem toe. Hij valt mij niet aan. Hij rent weg. Oh, hij valt mij wel aan. Hij valt mij aan met gameconsoles met twee machinegeweren erop. Ja. Hij doet dat rochelgeluid. Waarom? Hij heeft trompetten als uitsteeksels. Hij heeft een bruin bolhoedje op. Of een beetje zo'n een bruine avonturiershoedje. Snap je wat ik bedoel?
En hij is een schroef als lichaam. Dus een punt naar beneden en dan een ronde kop erop. Punt naar beneden. Een soort van smalle duckluck. Ik zie niks, want hij heeft mij gehit. Ik heb op hem geschoten. Is goed. Oh. Is goed. Nu die bos nog. Ik ben in de wolkamer. Waar is dat? C. Ja, er is hier een alarmman ook. Ik ren nu C uit, ja. Als je uit een bochtje mee rechts-links. Rechts-links, ja. Rechts de trap op. Ja. Als je daaruit komt, gelijk rechts weer de trap op. Gelijk rechts weer de trap op, ja. Als je daaruit komt, rechtsaf en dan helemaal rechtdoor lopen, is de boskamer. Als ik daaruit kom, rechtsaf. Helemaal, ja, ik zie hem in de verte. Kijk, hij is nu niet meer onzichtbaar. Dit biedt perspectief. Ondanks dat er een onderbroekman op me afkomt. Hij heeft een... die bruine emmer heeft hij weer op zijn rug. Met plankjes erin. Hij heeft... naalden als uitsteeksels. Gewoon letterlijk een naald. Ja. Een bolletje met een pin. Ik moet weglopen. Hij heeft weer die zwarte spikes als pruik op zijn hoofd. Ja. Een grote zwarte spikes als pruik op zijn hoofd. Die zijn ook in groot en in klein. Hij heeft als lichaam een wortel met een hapje eruit aan de bovenkant. Ja. Maakt hij geluid? Dat weet ik niet. Ik moet wegrennen voor de alarmmannen. Als hij geen geluid maakt, heb ik iets geschiet. Of gooit hij nog wat iets? Nee, hij is een bos. Ik schiet. Hij heeft ook twee levens waarschijnlijk. Dat is goed. Oh. Alleen nog de bos. Waar moet ik heen? Ik heb geen idee. Ik wil even kijken. Oh, er is een aardbeving. Ik weet het niet. Bossiebos. Oh, ik ben bang. Oké, okay. I'm okay for now. No more bleeding. Waar moet ik heen? Je moet tussen C en A eruit. Ik zie geen letters. Alles is donker hier bij mij. Ik zie jou ook niet. Wacht, ik ga een oriëntatiepunt zoeken. Je moet in ieder geval op de vierde verdieping gaan. Helemaal bovenin. Dus als je... Oh, hier. Ik ben bij de healings. Oké. Okay. Dan moet ik iets doen, toch? Nee, dat hoeft niet, want ik heb al 100% HP, dus je kunt mij gewoon doorsturen. Oh, 105. Je kunt meer HP pakken. Huh? Waarom ga je achteruit? Omdat jij kan links-rechts, ik kan voor-achter. Oh. En dan komen we hierna bij de bos. Maar de vorige keer, toen jij dood ging bij de bos, respawnden we wel weer bij de bos. Dan hoefden we niet al die beesten weer te doen. Wat gebeurt er? Dan kun je niet verder. Ik kan wel verder. Oh. Maar ik kan... Ga je nu achteruit dan? Oh ja. Waarom ga je... Ik doe niks, hè. Ik raak niks aan. Ik kan niks zien. Je moet vooruit. Ik ga nu vooruit. Je moet sowieso vooruit. Ja, ik ga nu vooruit. Je moet sowieso vooruit. Hier, nu ben je. Oh ja, ik stap nu uit automatisch. Nu moet ik op die dingen schieten waarschijnlijk. Ja. En jij moet op die dingen schieten en ik moet omschrijven ondertussen. Ja, dat klopt. Daar gaan we. Ik schrok, jongen. Evi komt hier in één keer. Ik zie in één keer voet. Ik snap helemaal niet. Sorry. Ik heb niet gezien wat er is. Nee, het is een hersenstam met hersenen erop. Ja, ik heb allemaal... Hij spant nu. Hij heeft drie levens. Hij is een onderbroekman. Hij is een paarse bossiebos. Hij heeft een tros bananen als uitsteeksels. Hij heeft twee zwaarden op zijn rug. Hij heeft een mijnwerkershelm op zijn hoofd. En hij doet een pirouette aanval. Wat? Wrong. Nee, ik heb niet op hem geschoten. Wacht. Oh, ik kan niet mijn skills gebruiken hier. Ik kan niet mijn skills gebruiken. Hij is een paarse bossiebosman, hè? Ja, ik heb maar één soort. Oké, okay, hij is een grote onderbroek. Hij heeft bananentrossen. Hij doet een pirouette aanval op mij. Een bruine mijnwerkershelm en twee zwaarden op zijn rug. Dat heb ik. Zijn er nog andere onderbroeken? Dat misschien. Ja, een andere onderbroek. Nu weer een andere onderbroek. Oké, okay, ik schiet op hem met de andere onderbroek. Ja, is goed. Ik zit klem. Side effect, super. Oké, okay, hij is nieuw. Hij is nu een brede, platte onderbroek. Een brede, met een platte bovenkant. Hij doet... Dat doet hij. Hij doet weer een pirouette aanval. Hij heeft op zijn rug, dat kan ik niet goed zien. Je moet ook beesten killen. Ja, oké. Okay. Die beesten die killen mij langzaam. Goed zo. Hij heeft
dingen met vier punten eraan. Ninja sterren met vier punten op een stokje. Ik val door de map. Ik val door de map. Waar ben ik? Heeft hij op zijn hoofd? Ja. Nee, hij heeft niks op zijn hoofd. Hij heeft op zijn rug. Heeft hij nog een... Ik kan het niet zien omdat hij ronddraait. Ik val weer van de map. Hij heeft een zwart ding op zijn rug. Volgens mij is het een rugzak met een plankje. Er zitten allemaal gaten in de map. Dat is het. Niks op zijn hoofd. Nee. Nee, oké, okay, jij moet ook schieten op die beest, want daar krijgen we HP van. Hij is veranderd. Hij heeft een leven erbij gekregen. Wat? Huh? Heb je op hem geschoten? Nee. Alles is... Hij is compleet veranderd. Ik heb niet geschoten. Hij is ineens veranderd. Ik denk dat het timed is. Mogelijk. Hij doet... Ik kan niks zien. Hij doet nu bloep, bloep. Hij is een enorme, een soort van schaakstuk. Een kelk, een smalle onderkant en dan een brede kelk erbovenop. Hij doet bloep, bloep. Hij doet weer pirouette aanvallen. Ik kan niks zien. Mijn hele scherm is... Er zit modder op mijn scherm. Hè? Brede onderkanten? Nee, een smalle onderkant en een brede kelk erop. Oh, ja. Wat heb je zo? Ja, ik kijk naar mijn scherm. Ik kan niks zien. Hij doet bloep bloep. Op zijn hoofd heeft hij niks. You died. Ja, ik had al iets gestuurd. Maar oh ja, kon ik. Niet goed zijn. Ik kon niks zien. Maar respawn in 0. Ik spawn gewoon bij de bos. Kijk, die was goed. En deze, hij is timed, denk ik. Ja. Maar dan onthouden we dus: pirouette aanval. Ja. Meteor aanval. Want die dingen die blijven bestaan. Okay. We hoeven alleen nog bij de bos. Ja. Ik begin met modder in mijn gezicht. En als jij ondertussen die beestjes killt, dan pakken we HP'tjes. Atomic bomb. Hij is een zak! Hij heeft een vampierencape op zijn rug, zo'n zwarte vampierencape. Hij doet pirouette aanvallen. Hij heeft op zijn hoofd een vikinghelm met kleine puntjes. Hij maakt geen geluid. En hij heeft als armen, heeft hij... Oh, hij schiet mij met een beam nu. Maar volgens mij is dit wel een pirouette. Yeah. Hij heeft de sambaballen als uitsteeksels. Gewoon een bol op een stok. Heb je geen geluid? Nee. Ja, goed, in één keer. Lekker. Hij respawnt. Hij is een soort van koffiebeker. Hij ziet eruit als een zandloper, maar dan met niet een heel dun middenstuk. Ik zak weer door de map. Er zijn allemaal gaten in de map. Ik ben weer helemaal gemodderd. Hij is een koffiebeker. Ja, hij is een zandloper. Maar dan niet heel smal naar het midden, maar een beetje smal. Hij doet bleh. Hij heeft, mijn hele scherm zit onder de modder. Hij heeft weer van die, ik ben in één keer dood. Je moet die bruine beesten killen. Dat deed ik. Die ontploffen in mijn gezicht. Ik heb het vermoeden dat ik iets verkeerd doe, waardoor jij dood gaat. Kijk, deze was het. Ja, dat had ik goed. Ik had alleen die uitsteeksels niet goed. Oké, en twee zwaarden op zich. Maar ik kan dus niks zien. Door die... Mijn hele scherm zit onder de bom. Ik heb vier soorten aanvallen die ik mogelijk niet heel goed gelezen heb. Waardoor ik denk dat als ik op jouw hoofd gooi ook niet heel veel goede effecten. Oké, okay, maar voor de vorm. Wat we tot nu toe hebben gehad is... De eerste is altijd Pirouette Man. Ja, ik heb maar twee attacks. En de tweede is altijd Meteor Man. Er zijn maar twee attacks, dat is niet heel veel keuze. Dus daar ligt het aan. Oké. Maar je moet echt die bruine beesten blijven killen. Ja, dat doe ik misschien fout, waardoor je dood gaat. Want ik heb weet niet een of... balfje in beeld van hem, maar dit heb ik. Ik weet niet of ik... Ja, dat is... weet ik niet. Dan krijgt hij een leven erbij, volgens mij. Dat denk ik, ja. Ja. Dat denk ik. Oh. Nou, ik hoor hem al. Ik ga... Hij heeft kersen als uitsteeksels. Bosjes kersen. Hij is een grote druppel met een puntje op zijn hoofd. En hij heeft een quiver met pijlen op zijn rug. Kersen, quiver met pijlen. Hij was een druppel. Oh, ik kan die kleine dingen ook killen. Hij was een druppel. Aan een druppel met een puntje op zijn hoofd. Op zijn hoofd niks? Nee. Kersen als uitsteeksels. Wat? Geluid? Ja. Oké, ik ga hem zoeken. Hij is ook een pirouette man, hè? Nee. Heb je een pirouette man? Nee.
Heb je een pirouette man gestuurd? Ja. Quiver pijl op zijn rug. Ja, is goed. Hij doet nu de meteoraanval. Hij is een kleine onderbroek. Hij heeft een propellerhoedje met rood en blauw. Hij doet rochelgeluid. En hij heeft uitsteeksels met vierpuntige ninja sterren erop. Ik zit klem hier. Oh, hij is meteorman. Ik had nog niet op hem geschoten. Heb je eens gestuurd? Ik heb nu gestuurd. Oh, dan heb ik verkeerd geschoten. Ik was te vroeg. Ik schiet nu op hem. Ik weet niet of hij goed was. Nee, nee, nee. Hij krijgt zo'n leven erbij. Ja, hij maakt rochelgeluiden. Hij is zo'n dikke onderbroek, niet zo'n smalle onderbroek. Met een platte bovenkant. Ja. Ik schiet op hem. Ja, is goed. Schiet even wat beestjes dood. Hij doet weer... De hersenen komen tot leven. Ik kan niet meer lopen. Ik kijk naar de hersenen. Ik schiet op de hersenen. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Ik hoor bloep. 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 Hij is een X-chromosoom. Als vorm. Hij heeft zo'n narrenmuts op in een punt met rood en blauw. Met een belletje eraan. Hij doet bloep, bloep. Blauw, weet je gelijk rood en blauw? Wat? Ik heb alleen rood en groen. Rood en groen, ja sorry. Rood en groen. Hij doet bloep, bloep. Ja, heb ik. Aanval? Hij is veranderd. Hij is veranderd. Hij doet nu blé. Ik heb per ongeluk op hem geschoten terwijl ik op een andere wou schieten. Ik val van de map af. Hij doet nu blé. Ik zie weer niks. Ik word... Oh! Ik val de hele tijd van de map. Kijk, ik zie niks. Ik zie niks. Ik kan niet meer lopen. Kijk. Kijk op mijn scherm. Ja, ik loop je wel. Nou, op jouw scherm. Kijk, ik kan helemaal niks meer doen. Ik kan niet lopen. Ik kan letterlijk niet lopen. Volgens mij ben ik geglitcht in dat beest. Ja, we krijgen HP voor al die bruine... Ja. Klopt, als ik dingen schiet. Ja, maar volgens mij was ik geglitcht in die bos. Ik kon niet lopen. Oké, dit was de laatste. Maar hij was eerst dit. Ja, dat kon ik alleen uit. En toen, maar binnen een minuut veranderde hij in één keer in dit. Zonder reden. Nee, goed, dan gaan we maar weer. Ik heb ook nog Time Bomb. Ik weet niet wat het is. Dat is zo'n rechtermuisklop. Dat is gewoon zo'n raket. Nee, hij is een zeepaardje. Een zeepaardje. Hij heeft een stalen helm op. In een ronde stalen helm met een brede rim. Hij heeft een vampierencape. En hij doet pirouette. En dat is het. Geen uitsteeksels, geen geluid. Nee. Ik zie hem niet meer hier. Heb je de vampierencape? Ja. Huh? Nee, is niet goed. Hij heeft een zeepaardje. Hij heeft wel uitsteeksels. Die kon ik niet zien door het draaien. Het zijn deegrollers. Ja, is goed. Die flamingo mannen, ik zie hem niet. Ik krijg min 30%. Oh nee, wacht, dat doe jij. Dat doe ik, maar daar hebben we nog wel andere. Hij is een schroefman. Hij is een schroefman. Een schroefman. Hij heeft een, wat is het? Een emmer met een soort van kromme veer erin. Een zwarte veer. Maar dat kan ook op zijn hoofd zitten. Ik kan door het draaien, kan ik het niet zien. Ja, hij heeft op zijn rug, ja, op zijn hoofd heeft hij een veer, een zwarte veer. Of een mohawk is het. Ja. Hij heeft op zijn rug heeft hij die houten emmer weer, die ronde emmer. Ja. Geluid? Geen geluid. Meteoraanval. Ik word hier weer ge... Ik zie hem niet meer. Oh, hier voor mijn neus. Heb je de schroefman? Nee. Als uitstekers heeft hij kersen ineens. Kersen als uitstekers. Ik zie hem niet meer. Daar, ik schiet op hem.
Ja, is goed. Hij heeft nog één leven, maar hij heeft ook bijna weer een leven. De hersenen komen weer tot leven. De hersenen komen weer tot leven. Hij doet hulle. 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 Ik zie echt weinig, joh. Er zijn ook allemaal dingen op de map. Hij doet hulle. Ik val weer door de map heen. Ik kan niks zien door die modder. Wat een kutsel, hè. Ik krijg zo een leven erbij. Ja, ik kan niks zien. Hij doet hulle. Ja, hij heeft een leven erbij. En ik val door de map de hele tijd. Hij verandert weer van uiterlijk. Hij is zo'n zandloperman die net ook was. Zo'n dikke zandloperman. Ja. Hij heeft een parasol op zijn hoofd. Een regenboogparasol. Hij is een pirouetteman. Ik val weer van de map af. Hij is een pirouetteman. Hij heeft op zijn rug een boog. En hij heeft kleine parasolletjes of paddenstoeletjes als uitsteeksels. Geen geluid, geen niks verder. Wat? Ik zie hem niet meer. Ik zie hem niet meer. Ja, ik probeer ook die andere beesten te killen, maar ik val de hele tijd van de map af. Heb je pirouette, man? Ja, heb ik. Ik heb andere paddenstoeletjes. Platte paddenstoeletjes. Een boog, een regenboog ding op zijn kop, hij heeft een zandloperman. Ja, zo'n dikke zandloper. Hij maakt geen geluid. Ik ben heel benieuwd wat ik hier fout heb gedaan. Wat een level, joh. Wat heb ik fout? De paddenstoelen. Nee, ik heb die ook gestuurd. Kijk maar. Wat heb ik fout? De aanval, hij is geen pirouette, man. Oké, blijkbaar als hij dit doet, doet hij ook een pirouette. Oké. Dus als we het niet weten, is gewoon de aanval. Ja, als we het niet weten, is gewoon de aanval. Ik heb... Oh, ik dacht ik wacht op het laadscherm, maar er is geen laadscherm. Nou, daar gaan we weer. Hij is een wortel met een hap uit zijn hoofd. Hij heeft knotsen als uitsteeksels, gewoon een ding met een bol erop. En hij heeft een plank met een logs erop, dan kan die op het Nederlandse woord komen. Ja, op zijn hoofd dan? Op zijn hoofd weer zo'n zwarte spijkspruik, zo'n grote. Geluid? Schiet, nee, geen geluid. Fout. Hij... Pirouetteman, hij heeft grote zwarte spikes. Hij heeft een. Ja, ik heb alles gezegd. Zwarte spikes. Het zijn de. Hij heeft knotsen. Knotsen. Gewoon een ding met een bol eraan. Geen, niet krom, gewoon recht toe, recht aan. Ik zie eerst niks. Ik zie niks. Ik kan weer niet lopen. Ik kan niet lopen, ik zie niks. What the fuck? Ik kan weer lopen. Ik zie hem niet. Fout. Oh. Verkeerde haar. Oh ja, ja dat is wat ik vroeg. Hij zei die grote, maar vorige keer bedoelde je deze met die grote. Nee. Ik zei vrijheidsbeeldspikes. Dat heb ik niet gehoord. Oké. Okay. Deze, die jij nu hebt gekozen, hebben we nog niet één keer gehad. Jawel. Die heb ik nog niet één keer gezien. Oké, okay. Nou, we zullen het filmpje Ik ga dit Dragon Ball Z spikes noemen. Ja, graag. Ja. Daar gaan we. Poging 28. Nou. Hij heeft een unicorn op zijn hoofd. Met een echt zo'n ijsje op de unicorn, niet een regenboog unicorn. Hij is een druppelman met een puntje op zijn hoofd, een dikke druppel. Hij heeft twee zwaarden op zijn rug. En hij maakt een rochelgeluid. En hij is een pirouetteman. Wat bedoel je met ijsje? Ja, hij is een unicorn, maar hij heeft als hoorn een ijsje, zo'n bruin ijsje. Een hoortje. Een ijshoortje. Oké, okay, dat is bij mij ook uit. Uitsteeksels? Nee, niks. Ik heb alles gekregen. Rug?
Ik heb alles gezegd. Nee, rug heb ik gezegd. Twee zwaarden. Is goed? Nee, is niet goed. Huh? Hij maakt roffelgeluid. Dat had ik gezegd, toch? Ik zie hem niet. Ik schiet op hem. Ja, is goed. Hij verandert. Hij maakt nog steeds een roffelgeluid. Oh nee, hij doet... Hij is een zak. Hij is een zak. Hij heeft broodsmeermessen als uitsteeksels. En hij heeft een bruine mijnwerkershelm op zijn hoofd. Nee, fout. Wat is broodsmeermessen? Of ja, hoe noem jij dat anders? Korenaren? Ja, is goed. Hij respawnt. De hersenen gaan weer open. Mijn beeld wordt zwart. Ik zie niks. Ik kan niet lopen. Ik kan nu wel lopen. Hij is een zo'n schaaktoren met zijn hap uit de bovenkant. Hij doet... ik moet ook proberen op de map te blijven. Hij heeft op zijn rug een quiver met pijlen. Hij heeft als uitsteeksel, hij is onzichtbaar geworden. Wat zei je? Schaartje? Ja, met zo'n hap uit de bovenkant, zeg maar. Hij doet... Niet een wortel. Nee, niet een wortel. En dan op zijn hoofd? Op zijn... Ik kan hem niet zien. Hier, op zijn hoofd heeft hij niks. Hij heeft als uitsteeksel heeft hij trossen bananen. En dan hebben we alles gehad. Ik stuur. Nee, hij heeft een leven erbij gekregen. Oh. Hij is een diamant. Voor hem, diamant. Ik ben weer uit de map gevallen. Ja, ik... Wat ik... Ik kan niet lopen. Ik val naast zo'n ding. En als ik respawn, word ik er meteen weer afgeduwd. Hij is een diamant. Hij doet... Ja, we zijn weer dood. Deze was het. Ja, dat is goed. Kan ik niet zien. Oh, je hebt niks gestuurd, zegt hij. Deze hadden we en deze hadden we. Dit was de laatste, maar je hebt niks gestuurd. Had je die goed, die bananen ook? Poging 94. Hunde! Een narrenmuts heeft hij op met een belletje eraan, rood met groen. Ik weet niet wat hier gebeurt. Er gebeurt iets, ik weet niet wat. Ik gooi een tuintje. Oh, is dat van jou wat ik hier zie? Ja. Uitsteeksels? Uitsteeksels geen. Hij is een dikke erlenmeier. Dus zo'n brede fles met een puntje erop. Hij heeft op zijn rug zo'n bak met logs weer. Vierkante bak. Vierkante bak met logs. Hij doet hunde, hunde. Heb je dat? Hunde! Ja, oké, ik schiet. Is goed. Er zijn heel veel vijanden. Hij is een onderbroek. Hij heeft naalden. Een smalle onderbroek. Hij heeft naalden als uitsteeksels. Ik zie weer niks. Naalden. Ja, kut, ik schoot op hem. Dat wou ik niet. Rug heeft hij een cape, een Dracula cape. Hij heeft naalden als uitstekers. En verder heeft hij niks volgens mij. En de meteor aanval, hè? Ja, heb ik gedaan. Ja, is goed. Laatste, schiet even het beestje dood. Bloep. 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 Hij is weer zo'n smalle schaaktoren met een breed ding erop. Zo'n kelk. Bloep. Hij heeft op zijn rug heeft hij... Oh, hij is heel klein. Hij heeft weer van die vierpunts dingetjes als uitsteeksel. Vierpunts ninja ster. Hij krijgt weer een leven erbij. We zijn er alweer. Bloep. Bloep. Hij wordt afgestemd. Hij doet bloep. Ja, ik... Ik kan niet lopen hier.
Hij doet blé. Hij is een drol. Hij heeft een boog op zijn rug. En hij heeft als uitsteeksels van die vierpunts ninja sterren. En hij duwt mij weer van de map af. Hij heeft niks op zijn hoofd. Met zijn rug? Een boog. En een aanval is met die ogen draaien. Dat weet hij niet, allebei. Ja, ik doe al wat. Ik schiet op hem. Nee, fout. Andere aanval. Ik ben weer van de map gevallen. Hij krijgt weer bijna een leven erbij. Ja, er zijn van die bruine mannetjes geven hem levens. Ja, ik probeer die ondertussen ook. Maar kun jij zien welke bruine mannetjes er zijn? Er zijn 3 verschillende bruine mannetjes, kun je dat zien? Er zijn met meerdere levens, die probeer ik eerst dood. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Zie jij verschillende bruine mannetjes? Ja. Aan vormpje of aan levens? Allebei. Oké, er zijn bruine mannetjes die zijn een nurse. En die geven hem levens. Want ik kan ook al die bruine mannetjes killen. Maar ik moet meerdere keren schieten en ik zie niks! Stop maar met die beesten doodschieten, ik wil dood. We hebben nog een half leven. Ja, dat weet ik, maar ik kan niks zien. En wat er gebeurt, kijk eens bij mij. Als we in stage 3 komen, is die hele grond is weg. Dat is wat er gebeurt in stage 3. Dus als we in stage 3 komen en hij heeft weer 3 levens, dan is dat niet te doen. Want bij stage 1 heb ik de hele grond. Bij stage 2 komen er gaten in de grond. En bij stage 3... Deze was het. Wat? Hij was een pirouette, man. Die heb ik ook gestuurd. Ik heb er 2 gestuurd. Ja, maar toen waren we al te laat. Dit is een kelkman. Ja. Kelk op een voetman. Oh, bossfights. Wat een drama. Wat een drama. Rochelgeluid, brede onderbroek met platte bovenkant, propellerhoedje met rood en blauw en een vierkante loogbak. Dat is alles. Nee, dat is alles. Ja, is goed. Hij respawnt, schiet in de tussentijd beesten dood. Oeh, doet hij. Oeh. Hij is een brede platte erlenmeier. Hij heeft een zwart bolhoedje op en een Dracula cape. En hij doet oeh. En hij is denk ik een meteorman. En er komen van die healers aan. Ik schiet op hem. Is goed. Hij heeft nog 1 leven. Er staan hier heel veel healers. Goed zo. Kill die healers. Hij maakt rochelgeluiden. Hij is een diamantje en hij heeft vrijheidsbeeld spikes. Dus, en iets op zijn rug. Rochelgeluidje. Diamantvorm, vrijheidsbeeld, spikes. En op zijn rug heeft hij een quiver met pijlen. Dat is alles. Diamantvorm, quiver met pijlen, rochelgeluiden. Vrijheidsbeeld, spikes. Een aanval? Weet ik niet. Hij pirouetteert en hij doet ook... Ik denk pirouette. Ik schiet op hem. Ja! Nee! Hij krijgt weer een leven erbij. Hij wordt weer geheeld. Oh, hij is een zeepaardje. Hij heeft 3-puntige dingen op zijn ding. Op zijn uitsteeksels. Die healers. Je moet echt die healers killen. Hij krijgt steeds levens erbij. Hij is een zeepaardje. Hij heeft een... Ja, valt weer steeds van de map af. Hij krijgt weer bijna leven erbij. Die healers moeten dood. Zeepaardje, 3-puntige uitsteeksels. Hij heeft op zijn hoofd heeft hij een groen... Hij is weer veranderd, hij heeft weer een leven erbij. Hoe kan ik zien welke de healers zijn? Dan kun je zien aan het... Welke bruine plaatjes zie je? Healers hebben een nurse hoedje op. Die zie ik helemaal. Waar zie jij nu een healer dan? Waren die er niet? Die waren er wel, die waren er heel veel.
Je hebt dikke bollen. Dat zijn ontplofmannen. Ja, maar die zijn niet. Het was wel een pirouette, man. Dat hadden we... Huh? Wat was hier fout aan dan? Oh! Weet je wat er gebeurd is? Je had een goeie gestuurd, ja. Maar hij had een leven erbij gekregen. Als we een paar seconden eerder waren geweest, dan hadden we hem gehad, denk ik. Hij, ja, precies wat Corné zei. Hij veranderde net. Bloep, bloep, bloep. Hij is een smalle onderbroek. Hij heeft een flamingo op zijn hoofd. Hij heeft trossen bananen als uitsteeksels. En daar is het. Oh, pirouetman neem ik aan. Ja, hij begint altijd als pirouetman. Ja, is goed. Oké, nou dan weet je, die moet je killen. Hij is zo'n brede zandloperman die we eerder hadden. Hij heeft een klein ontdekkingsreiziger hoedje met 3 gaten erin aan de zijkant. En ik ben weer volledig gemodderd. Ik moet geheeld worden. Ja, ik zie niks. Hulle, doet hij. Hulle. Hulle. Er zijn heel veel healers. Ik kan niks zien, Marjolein. Ik kan letterlijk niks zien door al die modder. Hulle, doet hij. Heb je hulle? Heb je dat bolhoedje? Oh, we zijn er weer dood. Oh. Ja, dit is goed. Dit is ook goed. Dit is ook goed. Aanval. De aanval, ja. Man 1 is pirouette, man 2 is meteor. Altijd. Maar mijn hele scherm wordt gemodderd, dan kan ik niks zien. Hij is een kelkman. Hij heeft een kelkman. Hij heeft een mohawk, een zwarte mohawk. Hij is een pirouetman en hij heeft op zijn rug een boog. Geluid nog een keer. Ja. Ik zie hem niet meer. Oh, daar. Ja, is goed. Nu komen die nurses erbij, pas bij ronde 2. Ik zie hem niet. Huh? Oh, hier. Hij heeft een ijzeren hoed op. Een ijzeren ronde hoed. Zo'n soldaathoed. Hij heeft een zwaard op zijn rug. Hij doet... hij is een... hoe ga ik dit uitleggen? Een parasol die ingeklapt is. Dus op een voetje en dan een ingeklapte parasol. En hij heeft 2 zwaarden op zijn rug. En hij doet... Geen uitsteeksels? Nee. Ik ben helemaal gemodderd. Je moet beesten killen. Lekker. Ik zie niks. Ik zie hem ook niet. Fout. Aanval was fout. Ik vergeet als je niet... Oh. Je hebt de aanval ook niet ingewerkt. Ja, hij was helemaal goed. Ja, verder was hij goed. Alleen de aanval weer. Maar de ingeklapte parasol was een goede omschrijving. Ja, zeker. Daar gaan we. Hij is een schroefman. Hij heeft een unicorn op zijn hoofd. Met een bruine hoorn, niet met een regenbooghoorn. Er is maar één unicorn. Oké, net was er een andere. En hij heeft 4 punts ninja sterretjes als uitsteeksel. Schroefman. Ninja sterretjes. Ja. Nee, niks verder. Hij doet... Heb je dat? Ja. Heb je pirouette, man? Ja. Ik schiet op hem. Ja, is goed. Hij respawnt. Hij is een zak. Hij heeft een vikinghoedje op met 2 kleine puntjes eraan. Hij doet... En hij heeft als uitsteeksels heeft hij een soort van platte knopsen. Ik moet wegrennen, ik kan het niet goed zien. Je hebt geschoten, maar... Ja, ik moet op die beesten schieten, Marjolein. Oké, maar... Ik moet al die healers killen. Hij doet Hij heeft... Trompetten heeft hij, trompetten. Rug? Niks, ik heb alles gezegd.
Ik zie hem niet. Hij heeft niks op zijn rug. Ja, is goed. We gaan naar de laatste ronde. Kill de healers, kill de healers. Hij heeft een blauw petje op met witte strepen erop. Hij doet... Hij heeft broodsmeermessen als uiterlijk ding. En hij is volgens mij een wortel met een hap eruit. Wortel met een hap. Een blauwe ronde muts met witte strepen erop. Hij zijn heel veel healers. Heb je de attack? Pirouette man, pirouette man. Ik zie niks meer, ik zie niks meer. Ik zie niks. Ja! Het is gelukt! Werken. Nice job, Who-Man. Now where's my food? Oh! Is er een aftiteling? Match replay, dat hoeven we niet te zien. Woe! Ik kan alleen retry, switch roles en leaderboard doen. En exit. Dit schermpje, bedankt voor het redden, is het eindscherm. Is er geen credits? Is er geen credits? Nee. Oh, beste mensen, het is ons gelukt. Het heeft ons een uur gekost en 6 minuten. Maar we hebben de kat volledig gevaccineerd en gered. En dat betekent dat we dit spel hebben uitgespeeld. En dat we deze lijdensweg niet nog een keer door hoeven. Tenminste, jij niet. Jij wel met Corné. Ja. Succes, Corné. Dus beste mensen. Ik geef het graag door. Beste mensen, wij hopen jullie te zien in een volgend avontuur. Dus weer tot de volgende keer.